Ja, afgelopen maart heb ik in Lille in Frankrijk een art residency gedaan samen met Paulina over videomapping. En ja, daar hebben we dus ook onze eigen eerste videomapping gerealiseerd. En afgelopen mei kreeg ik van een mailtje in mijn mailbox voor de Footer Talent Award van, ja, wil jij je project hebben op Glow, meld je dan aan. En ik dacht natuurlijk van ja, dat leek mij een logische stap. Dus ja, ik heb me eigenlijk samen met Paulina direct aangemeld. Glow, wat een groot lichtfestival is, een van de grotere in Europa, trekken 1 miljoen mensen die komen kijken. En dan 4 onderdelen van Glow, van de 32, komen uit de Talent Award. Dit jaar nummer 1, nummer 2, nummer 3, allemaal gescout door Voedere Talent Award en zijn nu volwaardig aanwezig op Glow, op een lichtspectakel. Ja, de ervaringen zijn gewoon heel positief, omdat het is natuurlijk, je werkt met professionele bedrijven, dus ook daarin, ja, je kan als het ware heel goed communiceren en eigenlijk iedereen, als je echt met problemen zit, dan wordt er altijd een oplossing gevonden. Het toekomstperspectief van dit jaar bijvoorbeeld voor Jelle en Paulina is dat we ze volgend jaar ook weer uitnodigen om een project te maken. Het is niet zo dat je 1 jaar iets wint en daarna maar zoek het maar uit. Nee, we zijn dan ook wel trouw aan de winnaars, omdat we geloven, talent moet zich ook verder kunnen ontwikkelen. Dus volgend jaar doen ze weer mee. Daarna gaan we kijken hoe dat is. Misschien wachten we dan een jaartje en misschien over een paar jaar zeggen we, hey, Paulina en Jelle, kom weer terug en maak een grote projectie van Glow. Want je krijgt de kans om te communiceren met een groot publiek. Er is wel een jury, die beoordeelt vakinhoudelijk van wie je bent en wat je kunt. Dus als je de kans krijgt en je voelt je, meedoen. Gewoon top. De Foodor Talent Award gelooft ook in die andere talenten en onderhouden ook contact. Ik zou je sowieso aanmelden, want mocht je winnen of niet, het is sowieso een toffe ervaring. En je leert sowieso nieuwe mensen kennen en het is altijd top om je netwerk uit te breiden.